Het zijn interessante tijden op de beurs, laten we het in ieder geval zo noemen. De afgelopen weken hebben we heel veel rode dagen gezien, soms echt diep in het rood, gevolgd door, zoals bijvoorbeeld gisteren, groene dagen waar we echt flink in het groen waren. Nou, via Instagram heb ik jullie gevraagd over wat jullie geleerd hebben tijdens deze laatste correctie. Ik weet niet of de correctie al voorbij is, maar in ieder geval wat jullie hebben geleerd in de laatste weken. En de beste en meest genoemde reacties die wil ik graag delen in deze video met jullie. Samen met mijn plannen en wat ik heb geleerd. In ieder geval wat ik dat weer beter kan doen in de toekomst. Dat zijn dus de onderwerpen voor deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passieveinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog als je stiekem ook wel een beetje geniet van dit soort correcties. En natuurlijk om het kanaal te helpen. En zoals gezegd, via Instagram vroeg ik mijn volgers eigenlijk om, uh, ja, wat jullie geleerd hebben. Dat wil ik gaan delen dus in deze video. Ik vroeg het aan jullie en ik heb heel veel reacties ontvangen, echt heel veel reacties, dus ik heb daar een selectie uitgemaakt, zoals gezegd van de beste en meest genoemde dingen. En iedereen die gereageerd heeft, echt bedankt voor je inzending, want dat maakt deze video ook heel mogelijk. Laten we dan beginnen met het eerste en het meest genoemde reactie die ik eigenlijk ontvangen heb, en dat is juist meer geld achter de hand houden. Want heel veel van jullie wilden ook gewoon profiteren van deze dip. Misschien hebben jullie dat ook wel gedaan, um, of hadden jullie eigenlijk vaak ook te weinig geld achter de hand? Je had hetgene wat je had. Dat heb je ingezet, maar je had graag liever meer geld gehad. Want er komen altijd van dit soort correcties, of dat nou op de hele beurs is, of specifiek op een bepaalde sector of een bepaald bedrijf. En dit soort momenten zijn dan, als er niet te veel verandert, eigenlijk aan de fundamenten. Misschien wel het moment om een bepaald aandeel te kopen en juist te profiteren van deze correctie. Maar ja, daar heb je dus wel geld voor nodig. En dat is dus iets wat de meeste van jullie niet hadden, of in ieder geval niet genoeg hadden. Heel veel van jullie gaven daar ook een percentage aan. Meestal zo tussen de 10 en 25 procent van je dat je het liefst eigenlijk in cash had gehad, juist om te profiteren van dit soort momenten. Sommige mensen hadden uitschieters die soms wel tot 50% gingen. Ik denk dat dat dan weer een beetje te veel is, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Maar in ieder geval, dat je iets achter de hand hebt om juist te profiteren, is denk ik wel ja, een van de beste, uh, meest genoemde en een goed leermoment van deze correctie, in ieder geval. Het tweede punt is rustig blijven en een strategie hebben. Ik denk dat hierbij emotie heel erg belangrijk is. Dat is ook iets wat ik heel vaak in mijn video's benoem. Um, heel veel mensen onderschatten dat namelijk nog, want je weet gewoon niet hoe je op dit soort momenten gaat reageren. Je kunt alleen het, ja, het beste voorop voorbereiden door van tevoren goed na te denken en een goede strategie te hebben. Want als je dat niet hebt, dan ben je eigenlijk zelf je grootste vijand. Ik denk dat je dan op de lange termijn door emotie misschien wel het meeste geld kunt verliezen. Dus het klinkt heel erg raar, want je zou zeggen dat heb je zelf in de hand. Maar het blijkt vaak dat op dit soort momenten je het vaak juist niet in de hand hebt. En je misschien wel juist te snel gaat reageren op bepaalde dingen. En daardoor je dus juist ook de verkeerde beslissingen neemt achteraf gezien. Dus blijf rustig op dit soort momenten. Je hebt als het goed is geld belegd wat je op het korte termijn niet nodig hebt. Dus je hoeft je er ook niet druk op te maken op deze korte termijn. Dus... In ieder geval, als je het goed hebt gedaan. Um, het is natuurlijk ook zo dat je, natuurlijk, van tevoren goed onderzoek hebt gedaan, waarschijnlijk. En een goede strategie hebt gemaakt in je onderzoek. En daarin heb je gewoon goed nagedacht over welke sectoren je wilt beleggen, waarom je wilt beleggen. En vaak ook voor de lange termijn. Dus het is helemaal vaak niet interessant om op de korte termijn te reageren. Omdat je, als het goed is, dit soort momenten ook mee hebt genomen in je onderzoek, in je strategie. En tenzij er echt iets is veranderd aan een bepaalde sector of aan jouw bedrijf. Dan is het misschien nodig om je strategie te herzien. Kijk dat altijd even na. Waarom reageert de markt zo? Is dat alleen bij jouw bedrijf, bij jouw sector, of is het over de hele markt? Want dan ja, hangt het een beetje vanaf of jij iets moet doen aan jouw strategie of juist niet. Maar als dat er gewoon goed uitziet, waarom zou je dan op de korte termijn gaan reageren terwijl je juist hebt nagedacht eigenlijk op de lange termijn? Dus richt je ook vooral op. Op die lange termijn en kijk zo min mogelijk, misschien wel op je beleggingsapps op dit moment, op het nieuws. Maar in ieder geval wel altijd goed om op dit moment te, toch weer even te kijken naar je strategie. Uh, heb ik wat ik een tijdje geleden heb besloten, heb bedacht, is dat nog steeds actueel of moet ik dat bijzien zonder er al te snel te gaan reageren? En ben je nou een beginnende belegger en wil je werken aan een plan voor de toekomst? Kijk dan eens naar de beleggers training die ik heb gemaakt samen met Tim. Heel veel content die jou kan helpen om een goede start te maken voor de lange termijn. En meer informatie en een link daarvan vind je onder deze video terug. Gaan we door naar het volgende punt, punt 3 En dat was niet te snel reageren. Want als we deze beweging in de markt zien, dan worden we vaak ongeduldig wat je vaak ook zult zien als het naar beneden gaat het gaat slecht dan willen we vaak ook verkopen gaat het juist heel erg goed gaan aandelenkoersen stijgen dan willen we allemaal kopen als je er goed over nadenkt is dat juist ja, precies andersom zoals je het zou moeten doen. Je moet juist verkopen als het duur is en kopen als het goedkoop is. Dus waarom zou je op dit soort momenten het juist andersom gaan doen? Dat heeft natuurlijk weer te maken met die emotie. Dus ga niet te snel reageren. Geef jezelf de tijd om goed na te denken. Dat je ook de juiste beslissingen neemt. Want snel beslissen is waarschijnlijk ook een vorm van emotie. Dus dat moet je proberen uit te schakelen. En als je goed onderzoek hebt gedaan, een goede strategie hebt... genoeg kennis hebt opgedaan, dan weet je dat je ook vaak moet richten... Op de lange termijn, wat ze ook altijd zeggen, when in doubt, zoom out. Dus ga niet alleen kijken naar de afgelopen twee weken, maar zoom uit naar de laatste maanden of de laatste jaren om te zien hoe het er nu echt voor staat. En denk dan ook bijvoorbeeld aan de bekende uitspraak van Benjamin Graham, degene waar Warren Buffett juist wel heel veel van heeft geleerd. Zijn uitspraak geldt van, in the short term the market is a voting machine, but in the long term it's a weighing machine. Waarmee hij eigenlijk bedoelt dat op de korte termijn koersen heel erg kunnen fluctueren, dat hangt er heel erg vanaf. Ja, wat populair is op dit moment, of wat juist niet populair is. Terwijl op de lange termijn gaat het vaak juist om het fundament van het bedrijf, de unieke eigenschappen van een bedrijf. En als die goed zijn, dan gaat het op de lange termijn ook goed met het bedrijf. En dan maakt het niet uit wat mensen, wat beleggers, wat de markt denkt op de korte termijn van een bedrijf. Dus durf juist te denken, durf juist te kijken naar die lange termijn. En ook Warren Buffett zelf heeft daar een bekende uitspraak over. En hij zegt dan: de stock market is a device for transferring money from the impatient. to the patient. En hier geldt dus eigenlijk hetzelfde wat hij zegt. Richt je niet op de korte termijn. Op de korte termijn worden mensen heel erg ongeduldig van dit soort bewegingen. Maar juist degenen die rustig blijven, die durven te kijken naar de lange termijn, dat zijn vaak de winnaars en dat zijn degenen waar uiteindelijk het geld naartoe gaat. Want zij houden ten eerste hun aandelen vast, dus zij nemen geen verlies. En ten tweede kopen ze vaak nog op dit soort momenten bij. Dus waardoor de gemiddelde aankoopkosten van hun aandeel omlaag gaan. Waardoor als het aandeel daarna herstelt en verder groeit, de rendementen alleen maar groter. Zullen worden en zeker als je dan ook nog gaat kijken naar het compounding effect, dan zijn juist die laatste jaren heel erg belangrijk en wordt daar het meeste rendement uiteindelijk behaald. Gaan we door naar het vierde punt en dat is herbalanceren. Want, zoals gezegd, op dit soort momenten ga je vaak wel goed nadenken over je portfolio. Misschien heb je dat van tevoren ook wel gedaan, maar dan ga je nu waarschijnlijk nog beter doen of even weer actueel overzicht krijgen. Maar zorg er altijd voor dat je een goede spreiding hebt. Reageer niet te snel, maar ga er wel goed over nadenken en ga ook kijken of het misschien nodig is. Om nu al te herbalanceren of als je nog een tijdje kan wachten en wanneer misschien iets zich weer herstelt, dat je dan juist gaat herbalanceren. Want in je plan hou je natuurlijk al rekening met uh, spreiding. Je kunt bijvoorbeeld afgelopen jaar de helft van je geld hebben belegd in Tesla en de andere helft in Shell. Maar dan kan het zo zijn dat de markt heel erg reageert. Nou, het gedeelte van Shell is stukken minder waard geworden. Terwijl het gedeelte van Tesla stukken meer waard is geworden. Zelfs nog na de, na de flinke correctie van de afgelopen weken. Maar dan betekent het wel dat je een tijdje later, dus een heel andere verdeling hebt. En lang niet meer de verdeling die je een jaar geleden had. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om eens in de zoveel tijd te gaan herbalanceren. Het is waarschijnlijk niet het moment om dat in een correctie te gaan doen. Dus probeer dat soort momenten juist voor te zijn. Probeer winst te nemen vooraf. Bij de ene sector en dan juist in een sector die het minder goed doet, daar het geld in te stoppen zodat je toch weer die spreiding hebt waar je eigenlijk in het begin al naar op zoek was. En herbalanceren kan dan door nieuwe inleg juist in een andere sector te stoppen die eigenlijk nog niet de juiste spreiding heeft, of in ieder geval achterloopt op de spreiding die jij wenst. Of om juist winst te nemen op andere sectoren, andere bedrijven, andere aandelen. Uh, winst nemen is lastig, daar heb ik zelf ook last, mee, last van. Uh, maar het is denk ik wel heel erg belangrijk. Dus uh, ga van tevoren goed nadenken wat je verwacht van een aandeel. Wanneer je winst gaat nemen. Uh, is dat bij een bepaald percentage, bij een bepaalde koers. En durf dat dan ook te doen op de lange termijn, zodat je juist die spreiding weer hebt. In je portefeuille. Want dit soort momenten toont vaak wel aan hoe het eigenlijk zit met hype-aandelen. Hype-aandelen worden heel erg afgestraft op dit soort momenten, omdat ze juist niet het echte fundament hebben. Terwijl juist sommige bedrijven helemaal niet zo hard getroffen worden, juist omdat ze daar gewoon ja, niet in de hype mee gaan, maar het is gewoon eerlijk gewaardeerd is, of in ieder geval eerlijker gewaardeerd is. En dat die gewoon de basis van zo'n bedrijf is gewoon heel erg belangrijk. En dat gaan beleggers dan ook waarderen op dit soort momenten. Dus hou daar ook rekening mee als je die spreiding gaat doen. Die herbalancering gaat zoeken. Ga dan niet uh, balanceren richting bedrijven die eigenlijk stiekem wel heel erg gehyped zijn, omdat ze heel erg zijn afgestraft, maar zoek juist die veilige bedrijven ook op voor de langere termijn. En misschien is dit dan juist al een moment om te beginnen met beleggen, want op de beurs zien we eigenlijk gewoon heel veel aanbiedingen van aandelen. Dus waarom zou je daar niet van profiteren als je nog niet begonnen bent? Wil je nou beginnen met beleggen? Kijk dan eens naar de Hero. Dat is ook de broker waar ik gebruik voor maak van de meeste van mijn aandelen. Net zoals 1 miljoen andere mensen dat doen. Een link om een account te openen vind je onder de video. Een account openen is gratis, maar het helpt wel het kanaal. En het zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. Gaan we door naar het volgende onderdeel. En dat is het vijfde punt, wat door jullie vaak genoemd werd. En dat is bijkopen van aandelen. Want voor velen van jullie is dit een moment om juist bij te kopen, om te profiteren van deze, van deze correctie of deze crash die er gaande is. Moet je natuurlijk wel, zoals we het eerste punt al genoemd hebben, genoeg geld achter de hand hebben. Dat doet niet alleen mensen zoals jij en ik, maar ook juist grote fondsen. Denk bijvoorbeeld aan Arkinvest. Ook zij hebben juist bijgekocht van bedrijven waar zij in geloven. Kijk hier bijvoorbeeld 20.000 aandelen van Tesla of 460.000 aandelen van Palantir. Maar ondertussen hebben ze ook weer aandelen verkocht van bedrijven waar ze minder vertrouwen in hadden. Of in ieder geval. Door die verkoop dat geld juist gebruikt. voor de bedrijven waar ze juist meer vertrouwen in hebben. Maar als je dan gaat bijkopen, hoe doe je dat dan? Doe je dat dan in één keer? Of ga je dat spreiden? Uh, ik heb dat bijvoorbeeld afgelopen week gedaan. door in één keer eigenlijk een bedrag in te leggen. Het voordeel daarvan is dat je precies weet dat je op dat moment kunt profiteren. en dat je niet weet of de dag erop de beurs weer omhoog gaat of omlaag gaat. Het nadeel daarvan is dat je pas de dag erop weer weet. Dus door juist spreiding te doen, als het langere tijd blijft dalen. kun je elke dag weer. Is nog goedkoper kopen dan de dag ervoor. Dus dat is altijd heel erg lastig om eigenlijk te weten of je het goed doet. Dat weet je altijd pas achteraf. Dus dat is ook weer iets om nu alvast over na te denken. Mocht er nog een correctie komen, hoe ga je dat dan aanpakken? Stel je hebt genoeg geld achter de hand, hoe ga je dat inzetten? Doe je dat bij bijvoorbeeld 5 of 10% daling van een aandeel dat je dan inlegt, doe je het in één keer om te profiteren van een flinke dip als die voorkomt. Dat zijn, ja, ik weet niet of het goed is. Je zult dat ook altijd pas achteraf weten. Maar ga er in ieder geval vast over nadenken dat je het in ieder geval niet op dat moment hoeft te doen. Want dan wil je misschien juist wel snel reageren. En als je van tevoren er al over na hebt gedacht, dan kun je ook snel reageren. Um, eerder zei ik trouwens dat je niet altijd te snel moet reageren. Maar ja, op dit soort momenten kun je er wel op voorbereiden. Dit is anders. Uh, bij bijkopen kun je wel snel reageren. Bij verkopen vind ik altijd dat je iets meer tijd moet nemen om te kijken of het echt al de juiste beslissing is. En dat je niet te snel je verlies neemt. En daarmee komen we bij het zesde punt. En dat is dat een overwaardering eigenlijk wordt rechtgezet. Waar we het eerder al over hadden. Vooral de hype-aandelen worden dan juist afgestraft. Terwijl andere bedrijven misschien niet eens zo heel veel last hebben of misschien juist wel profiteren. Dat gaat eigenlijk allemaal om de waardering. Bij hype-aandelen gaat het niet zozeer om wat het bedrijf echt waard is, maar wat er in de toekomst mogelijk is. Het is gewoon heel erg interessant om in dat soort bedrijven te investeren, omdat je misschien ook wel in die toekomst gelooft. Maar het is dan niet meer gebaseerd op waarde, maar het is puur. Uh, wat is iemand bereid om nu alvast dat bedrag te betalen? En heel veel mensen willen dan meer betalen omdat ze eigenlijk de boot niet willen missen. Op dit moment worden die aandelen juist heel erg hard afgestraft en kom je wat meer richting de ja, echte waardering. En het is dan ook heel erg belangrijk om van tevoren naar dit soort aandelen vast goed je onderzoek te doen. Juist bij bedrijven waar het echt het groei, de winst, de omzet echt ver in de toekomst ligt. Om daar vast goed over na te denken wat jij verwacht van die toekomst en wat het jou op dit moment waard is. Denk bijvoorbeeld aan de discounted cashflow methode die, dat, ja, die daarmee kan helpen. Zodat je niet alleen gaat betalen wat de markt nu betaalt, maar juist onderzoek gaat doen... En waar je er op een bedrag uitkomt waar het eigenlijk uit blijkt van dit ben ik bereid om nu te betalen. Dit is het het waard. Komt dat niet in de buurt, koop het dan ook niet. Maar dan heb je in ieder geval een betere onderbouwing. En word je ook niet zo hard afgestraft. Op dit soort momenten. En kijken dan naar mijn plannen, mijn leermomenten. Want ook ik ben niet perfect. Ik maak ook fouten. Ik heb ook leermomenten uit dit soort momenten. En dat zijn ook al dingen waar ik langer al mee zit. Maar heel vaak heb ik veel druk met andere dingen. En op dit soort momenten blijkt het eigenlijk maar hoe belangrijk het is om daar toch tijd voor te maken. Om eens weer goed na te denken over je strategie. Wat je van plan bent. Hoe je spreidingen voor staat. En dat soort dingen. Dus ook ik heb een paar leermomenten en plannen die ik in ieder geval wil gaan toepassen op de komende termijn. Ten eerste is dat herbalanceren. Ik heb in ieder geval de ja, laatste tijd wel wat aandelen gekocht. Ik heb eigenlijk wel best veel posities. En ik zou dat juist wat terug willen brengen. Dat is dat ik wat meer overzicht krijg. Dus een paar aandelen juist verkopen. Uh, daar neem ik dan in de plek bijvoorbeeld ETF's voor. Waar wat bredere spread, En dat mijn basis eigenlijk wel beter staat. Of ik ga juist bijkopen van aandelen waar ik echt in geloof voor de lange termijn. Al let ik dan wel vaak bij spreiding op wat het me heeft gekost om het te kopen en niet zozeer wat de huidige waarde op dit moment is. Heeft vooral ook te maken met Tesla. Daar vertel ik zo meteen nog wel iets over. Want dat komt eigenlijk ook wel een beetje terug in het volgende punt: winst nemen. Want twee weken geleden kocht ik juist bij. Ik geloof dat ik zelfs 10.000 euro op één dag heb bijgekocht. om te profiteren van de dip. Achteraf gezien ging het nog verder naar beneden. Maar ik had het geluk dat ik nog wat geld achter de hand had. Dat ik al een tijdje niet zo heel veel had gekocht. Dus dat ik ook kon profiteren. Een van de aandelen die ik toen heb gekocht is Tesla. Heel veel mensen keken ook raar van. Je hebt al zoveel geld in Tesla zitten. Waarom koop je dan nog meer bij? Want ik geloof dat het ongeveer. Twee derde van mijn portefeuille Tesla is. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat dat de waarde was op dat moment. En niet de waarde die ik in heb gelegd. Want ik geloof dat ik nog onder de 100 dollar per aandeel gemiddeld zit. Bij mijn aankoop van Tesla. Dus ik heb ook wel de ruimte. Um, en zelfs met een aankoop erbij gaat dat niet heel hard omhoog. Want ik had 170 aandelen eerst. Ik heb er volgens mij nu 175. Maar waarom ik dat heb gedaan is juist omdat ik toen vond dat het goedkoop was. Op ongeveer 650 dollar. Het bleek dus nog wel 100 dollar goedkoper te kunnen. Maar ja, dat is ook wederom achteraf makkelijk praten. Maar het idee daarvan was eigenlijk gewoon dat als de koers ging stijgen. ik uiteindelijk wel een gedeelte van mijn Tesla ga verkopen. om juist winst te nemen. Omdat ik ook weet dat bij dit soort aandelen heel erg fluctueert, dat ik misschien dan weer op een goedkoper punt uiteindelijk weer kan bijkopen. Maar hoe ik die winst ga nemen, hoeveel en dat soort dingen, dat weet ik nog niet zo precies. Het uh, hangt ook heel erg af van een aandeel, want je wilt eigenlijk ook niet achteraf hebben dat je dacht van, had ik het maar langer volgehouden, omdat ik dan meer rendement had kunnen maken. Dus het is een beetje kijken naar, haal ik bijvoorbeeld mijn inleg eruit, of een gedeelte van mijn inleg, of ga ik bij elke 10% stijging een klein beetje verkopen? Zoals gezegd, dat hangt af per aandeel. Want dat is vaak ook wat je hoort van mensen: dat ze vaak achteraf willen denken van. had ik maar langer vastgehouden, dan had ik veel meer rendement kunnen maken. Dus ook dat is weer een beetje van: ja, wanneer doe je het goed? Dat weet je niet. Je moet gewoon ergens op een gegeven moment een punt maken, er goed over nadenken en daaraan houden. Want ja, dan ben je in ieder geval tevreden heb je goed nagedacht over waarom je dat doet. Nog een verbeterpunt voor mezelf is eigenlijk meer geld achter de hand te houden. Zoals gezegd, ik heb vaak wel het geluk dat ik bijvoorbeeld een heel erg grote buffer heb. Juist omdat ik nu gestopt ben met werken, heb ik twee jaar onkosten apart gezet. Dus ik zou daar makkelijk het geld van zes maanden even tijdelijk uit kunnen halen. om juist te profiteren van een dip. als ik dat later maar weer aanvul. En ook vanuit mijn zakelijke rekening kan ik natuurlijk altijd wel iets naar mezelf overschrijven. om van dit soort momenten toch wel te profiteren. Maar ook ik zit er gewoon aan te denken om altijd standaard. Ongeveer 10% van mijn vermogen in cash aan te houden. Um, ja, en aan de ene kant voelt het alsof je dan geld eigenlijk niets laat doen. Want ja, het kost alleen maar geld door inflatie in principe. Aan de andere kant, als je één of twee keer per jaar kunt profiteren van zo'n correctie in de markt. Dan is dat het dubbel en dwars waar, denk ik in ieder geval. Ik weet nooit, wederom, of ik het goed doe. Maar het lijkt me wel verstandig om in ieder geval... Zoals heel veel mensen ook zeggen, geld achter de hand te houden om juist er extra te kunnen profiteren van dit soort momenten. En uiteindelijk natuurlijk gewoon meer en beter onderzoek doen. Dat is ook iets waar ik de laatste tijd al mee bezig ben. Ik ben wel bezig met een template te maken van de discounted cashflow methode. Juist omdat ik vaak ook wel investeren in bedrijven zoals Tesla of andere techbedrijven waar heel veel winst en zo in de toekomst ligt. Dus het is gewoon heel erg belangrijk, zeker nu de rentes en de inflatie stijgen, om dat terug te rekenen naar dit moment. Wat zijn die winsten in de toekomst waard op dit moment? Om daarom eigenlijk een ja, beter onderzoek. Een betere prijs te krijgen. En ook beter te kunnen inschatten wat het op dit moment waard is. Dat zijn kleine dingen. Of het zijn geen kleine dingen, want het is best wel veel werk. Maar uiteindelijk moet het gewoon zo zijn dat ik makkelijker, uh, sneller en beter onderzoek doe naar de aandelen waar ik uiteindelijk in ga investeren. En dat zijn dan een paar onderwerpen, punten waar ik nu al aan werk. Of waar ik in ieder geval van besef dat ik daar de komende weken. Extra aandacht aan moet besteden. Juist om er beter voor te staan. en gewoon alles weer een beetje ja, bij te schaven. mezelf beter op te stellen voor de, voor de toekomst, in principe. Maar zoals gezegd, dat zijn mijn punten. Ik ben ook erg benieuwd wat jouw plannen zijn voor de komende weken, komende maanden. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie daar uh, ja, bespreken. Welke tips, welke strategieën jullie hebben, kunnen we allemaal nog iets van elkaar leren. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar bijna geen abonnee. Klik dan op abonneren onder deze video. Eventueel op het bel icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Nogmaals bedankt voor het kijken. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.